Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 63 hier in Mexico. En bij die vorige video in de Verenigde Staten, tenminste, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Was helaas voor ons een niet zo'n goede wedstrijd. We werden daar derde in de sprint en vielen helaas uit door een kapotte TC. Dat betekent dat we die dus moeten gaan vervangen. En dat betekent onze eerste uitvalbeurt van het seizoen. Pas heel laat in het seizoen dat dus geweest. Eén laatste ronde trouwens van My Team Career Mode gaat dus ook van start. Ik denk dat we na de laatste ronde geen tijd meer hebben voor een nieuw seizoen. Want in mei komt al het nieuwe spel uit. Dus ja, dat gaan we helaas niet meer redden. Helaas ook dit seizoen geen 100% score van het aantal podiums wat we hebben kunnen behalen. De turbocharger, jazeker, die was dus kapot en die gaan wij vervangen. We gaan ook meer componenten vervangen van de auto. Zit de tijd tussen de versnellingsbak. Laten we nu voorlopig even van wat het is. Beide kampioenschappen wel binnengehaald. Verstappen nog altijd tweede in het klassement. Dus dat is goed om te zien. En dan kies ik toch nog voor een nieuwe versnellingsbak. Om het risico te verkleinen dat we daar ook misschien op gaan uitvallen. Ready Hot Lap slaan wij dus mooi over. Krijgen dus ook nog wat extra research en development punten erbij vanwege die uitvalbeurt. McLaren heeft ons ingehaald. Dus daar moeten we wel voor oppassen in deze race. We kunnen ook niks meer updaten. De auto is volgens mij bijna gemaximaliseerd. En ja, winst reed dus ook voorbij 10 achtereenvolgende overwinningen. Dan is gelijk met Max Verstappen. Met het record. Goed, geen probleem. En dus op naar de kwalificatie. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we inmiddels aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. En kijken welke tijd ik kan neerzetten. Of deze goed genoeg is. Om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel hier in Mexico. We gaan dus uit op revanche na een DNF. In de vorige race. Daar net niet de muur geraakt. Was een beetje close. Maar goed, hebben het mooi weten te houden. DRS geopend. En dan gaan we kijken welke ronde ik kan neerzetten in Q1. Eerste bocht verloopt niet zo lekker. Kon vele malen beter. Einde van mijn eerste ronde in Q1. Daar ben ik inmiddels aanbeland. Richting het stadion gedeelte. Over start-finish. En dat betekent de snelste tijd. Goed gedaan. Inmiddels aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. Die ronde was goed genoeg om door te kunnen komen. En kijken of we het ook bij deze ronde kunnen gaan houden. Sparen we weer een setje banden uit. Over start-finish. En de DRS weer geopend. Prima, eerste paar bochten, jazeker. Aanbeland bij het einde van mijn eerste ronde in Q2. Oscar Piastri voorlopig naar de snelste tijd. En ik kom bij start-finish aan en dat betekent de derde tijd. Inmiddels een vierde tijd geworden. Ik ben er nog een keer naar buiten gegaan omdat Verstappen ons is gepasseerd. En omdat ik verwacht dat iedereen zijn eigen gaat verbeteren, wil ik dat risico niet nemen door buiten de boot te vallen. Ik heb een extra set eronder gezet door het team. Daar een beetje te wijd.
Goed, zijn inmiddels 2/10 sneller gegaan. Met paars in sector 1 en 2 nog ongeveer 40 seconden op de klok. Nog altijd een 4e tijd voor ons. We zijn 15e sneller gegaan. En pakken de snelste tijd af. Goed gedaan. Dan zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel. Voor de pole position. Kijken of we die ook kunnen gaan behalen in deze kwalificatie. Wat kan Yuki Tsunoda trouwens nog in zijn snelle McLaren en Oscar Piastri? Die McLarens die hebben ons ingehaald bij de Research and Development tak. Eerste bocht verloopt heel erg goed. En we laten de pole position noteren. Goed gedaan. Prima ronde. Einde van Q3 met nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok. We gaan proberen om die pole position weer af te pakken dan Oscar Piastri. Die is sneller gegaan. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Overstart finish. En de DRS geopend. En wel een paar duizenden langzamer, zie ik. De vlag hangt uit in Q3. Het rood in sector 1, paars in sector 2. En de delta ziet er niet goed uit. Wat kunnen wij nog doen in deze laatste paar bochten? We zijn inmiddels weer in het groen, maar het is heel minimaal. En dat betekent dat wij vanaf een tweede tijd starten. Jazeker. Geen pole position, want ons Oscar Piastri pakt hem af. 36.000ste. Helaas, pindakaas, is het op naar de race en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Welcome to the most populous city in North America. The legendary Jim Clark won the first official F1 race here in 1963. It's Mexico City and it's Grand Prix Sunday. With 2,285 meters above sea level, that is one of the key details of this circuit. It tests the driver's fitness and their engine's efficiency. The other one is the atmosphere. An incredible crowd, a raucous crowd, and there's 30,000 of them waiting for the drivers at the end of this 2.6-mile lap in the Forosol. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Oscar Piastri lines up on pole position. And the professor completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Tsunoda, Russell, Verstappen, Leclerc, Norris, Sainz, Drugovic, Richard Vasseur, Gasly, Teo Porcher, Perez, Doohan, Liam Lawson, Bottas, Albon, Magnussen, Sargeant, Stroll, Hauger, and Nyck de Vries. That's it then. It's time to go racing as we head down trackside for today's race. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. And they can do it for sure, as long as they don't dwell too much on the position. At the end of the day, there's only one way to go racing, and that's to give it everything you've got. Either your best is good enough to stay in the hunt, or it's not. There's no point giving any less than 100%. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de gridslot. En kijken wat we dus kunnen gaan doen in deze race vanaf een tweede positie. Strategie is medium hard. We gaan dus lang door op deze band. En ook benieuwd wat Yuki Tsunoda gaat doen in deze race. We dachten dus op een tweede positie wat ik zo net al heb verteld. Ook benieuwd waar Verstappen zou gaan eindigen in deze race. Moet het wat beter gaan doen, vind ik. Geen regen voorspeld, dat is goed om te zien. En wat lichte bewolking.
En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde voor de Grote Prijs van Mexico. Achterbanden zijn in ieder geval lekker al opgewarmd. Op 3 start op de mediumband, vanaf Russell op de zachte band. En Verstappen dus ook op de zachte band. We komen aan bij onze grid positie. Met Piastri op pole position. Yuki Tsunoda dus ook ons voor P3. We komen keurig in onze gridplot terecht. Is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 63. Voor de Grote Prijs van Mexico. De lampen gaan aan voor de Grote Prijs met onszelf op P2. En ze zijn uit en we zijn onderweg. We komen keurig weg, jazeker. Piastri al heel slecht weg en hier al aan de binnenkant kijken bij de Australiër. Daar komt ook George Russell eraan. En die kan hier nergens naartoe. En wij pakken de leiding af, jazeker. Goed gedaan. Prima eerste bocht. En nu is het hopelijk wegrijden van Russell die op de zachte band rijdt. Dat zou mooi zijn. Ronde nummer 3. Als diezelfde Russell naar ons is toegereden met de DRS en de zachte band. En die kijkt hier aan de binnenkant. Jazeker. Is er nog niet voorbij. En houden hem af. Goed gedaan. Hij is nog altijd aan de leiding in de Grote Prijs. Piastri op P3. Tsunoda 4. En Carlos Sainz is op P5. En dan gaan we zo meteen ronde nummer 4 alweer in. Als we daar heel dicht langs de muur zijn gegaan. Geen schade aan de voorvleugel gelukkig gepakt. Dat is goed om te zien. En dan zitten we in de vierde ronde van de race. Nog 21 rondes te gaan. En hopelijk dat we dit keer wel heel huids over de finish kunnen gaan komen. Terwijl Russell probeert te kijken, maar kan er niet langs. Houden het hoofd koel onder druk. Zitten we in de vijfde ronde van de race. Een ronde later als diezelfde Russell weer naar ons is toegereden en aangesloten. Zit er heel dicht op met de DRS. We gaan in besparingsstand. Russell aan de buitenkant is er nog niet voorbij. En raken elkaar daar. Dat betekent dat Piastri weer terug naar P2 is. En krijgen een waarschuwing vanwege het toucheren met George Russell. De Brit weer terug naar een derde positie. Tsunoda nog altijd op P4. Sainz nog altijd op P5. Daar een momentje van ons. Op de curbzone. En dat ziet Oscar Piastri. Maar moeten daar even de ellebogen gebruiken. Om Piastri van ons af te verdedigen. En dat is mooi gelukt. Nu kunnen we, hoop ik, wegrijden van de Australiër. Het gat is nu 17e. Achteron, ronde van de race alweer. Als Piastri daar aan de binnenkant en voorbij gaat. Proberen laten remmen, lukt helaas niet. Ziet daar een beetje door. En hier dan op de exit met de overtake. Piastri heeft de DRS ingeschakeld. En kijk hier aan de binnenkant, jazeker. En een touché, wielen haken in elkaar. Dat betekent ook een waarschuwing
met de Australiër. Russell weer terug naar P2. In gevecht met Oscar Piastri. Zitten we in ronde nummer 14. Als wij nog naar binnen moeten gaan voor onze laatste pitten van de dag. Dat wil ik ongeveer in ronde nummer 16, 17 gaan doen. Dat we naar de zachte band kunnen gaan. Pitwindow is in ieder geval opengezet. Gat naar Piastri is 2,4 seconden. Naar Russell die naar binnen is gedoken is het ongeveer 24,0 seconden. 30,2 seconden is het gat naar Max Verstappen als we in de 15e ronde dus bezig zijn. Nog 10 rondes te gaan in de race. Norris, Piastri duiken naar binnen voor de harde band. Wij gaan het dus zo meteen doen. Daar een probleem met de versnellingsbak. De versnellingsbak die begeeft het. En dat betekent een uitvalbeurt. Weer geen punten. Weer geen punten gepakt. Net als in de vorige race moeten wij de strijd staken uit de leidende positie. Zeer jammer. Zeer teleurstellend. Maar goed, het is wat het is. We kunnen hier helaas niks aan doen. Dit is autosport. Dan zou ik zeggen, ja, kop omhoog en op naar de volgende dan maar. It's a performance to be proud of from our Mexico City Grand Prix winners today. Anthony Davidson, what helped him deliver this result, do you think? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. De uitspraak van de grootprijs van Mexico. George Russell wint dus de race. Nog eens op P2. Flikker Drugovic op P3. Stappen op P5 en wij dus uitvallig samen met Yuki Tsunoda blijkbaar. Twee uitvallers. Helaas. Gaat naar Verstappen nog altijd 115 punten. Dus ja, dat is niet meer te overbruggen. Dus we zijn gewoon nogmaals kampioen. Waar we eigenlijk al lang. Maar goed, twee uitvalbeurten achter elkaar. Dat is pijnlijk. En zeker wanneer Verstappen in die beide uitvalbeurten van ons P5 is geëindigd. Dat is minder. Maar goed, we kunnen er niks aan doen. Rivaal breakdown, plus 2 voor mij. En plus 3 volgens mij voor Norris. 22 tegenover 17. Nog altijd aan kop. De teamacclaim is ook gewoon prima. Volgens mij sprongen wij terug van 22 naar 21. Weet ik niet zeker. Helaas maar één doel behaald. Maar geen schade gereden aan beide auto's. In totaal $28,25 miljoen op de bank. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze korte race. Heb je genoten, abonneer dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Caramel content. Elke, hoop ik, zaterdag en zondag. Om eerder een video. Ik heb het toch al druk met werk. Dus het kan zijn dat er maar op de zondag alleen maar een video verschijnt. Helaas, pindakaas. Ik wou willen dat ik het anders kon doen. Maar het is nou eenmaal druk met werk. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het dan mensen. Tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Maar verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.